Want er moet nog een plaats in Soede. Twee passies van de Eagles in St. Albert-Roer. En als we dat zijn spelen, dan moeten we de punten mee nemen naar het westen van Engeland. De kwalificatie dadelijk. Hier op weg naar de halve finale. En zes jaar in jongen. En over de eerste stik. En de kwalificatie John Wellen eindigen. Hij gaat voor de derde keer hier op eerste naar de hele komen met de laatste steken. Guus van den Einde. Guusje van den Einde uit Pachel. Weet je een beetje zo'n 10 voorgronden op de concurrentie uit Milan. Kim Verstappen op de tweede plaats. Hier had het in van Steindel bezig. Daar had Piet en de Rijksport. Die op dit moment gepasseerd is. Dan zijn we even tijd uit de ogen. En dan gaan ze daar een achterkant naar beneden komen. Guusje! Right.
Jacob en Schijndel met de Roepers. Hij pakt hier de winst in deze groep. Kom eens tegen jou, Rob Stans met de rol van de Wit, Christus Tapper, Rob van Keulen, Rob van Dijk, Henrik Jansen, Jan van Weert en Jack de Lekkers. Die heeft gezien, we gaan meenemen naar de finale, dames en heren. En zo is Schijndel Jacob hier de Wielder. FCC Wiels, die aan de leiding staat, en niet zo klein beetje even als hij zoveel voorkomt met de conferenties. Dan verwachten we heel veel van in de volgende week. Dan is de Rik Aangelaar van de Rik 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 Thomas van Jaren, de Dries van Gabo en Jesse Jaren en Dionys van Haal.
daar op de kop meenemen. Is dit Jonge of Jonge Jensen? Het is in ieder geval een hele vrije keuze voor Jonge Aas die de competitie van de meter neemt. Vervolgens deze. Ja, 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 ja. En dan gaat hij daar onderuit. Beslis even in de bulten. En zo een leuk, heel ruim kop. En moet je genoeg nemen. Nou, we zien dat een laatste positie. Dat is nog niet de dag. Wie heeft ook die competitie overgenomen? Het is de 3-4-3 van de 7-3. Deze positie hier over de rekening gaat. Twee posities in ieder geval. En we zien de hekkijzer van de Roepers uitkomen. Hier de rit is waarschijnlijk naar uit te gaan. Met de hekkijzer en dan zien we de man van de hekkijzer van de Mitschelaar. En die zitten dan met die belangrijke vierde posities. Die staat in ieder geval hier de 3-31. En dat is Nick van Haken. Wie had dan die derde posities? Nou, dat zullen we wel zien op de video. Mooi keer, ja, met Kenny Gedam, Leo van Hartel. De rechte voet, de Raymond Moelenkom en Lars Lieders. En ja, hier ligt het toch heel ver uit elkaar. Op top is in ieder geval Kenny of Leo Leroy van Hartel. En is Kenny Gedam van tweede positie. De positie is namelijk een rechte voet. En dan zien we de 811 van Raymond Moelenkom. Uitkomen van de 2-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 2
Nee. Gaat Mitchell voor de ritwit, hij gaat voor de ritwit. De tweede positie en voor Jan Leijden. De derde positie in ieder geval voor Leon van der Velden. Uitkomend van de Unita. Volgende ritje, ook in deze klasse nieuwelingen. Tom van der Maken, Gino Vallenavond, Mark de Peter. Jeffrey de Bakker, Nick Aarjelken, Jolie de Jelken. En die komt uit voor SVC Nieuwland. Maar wie gaat hier in ieder geval de top? Dat moet Tom van der Maken geweest. Van de deur trappen. Daar komen twee mannen tegen elkaar. En gaat het goed, het gaat gelukkig goed. Nou zo, schouder in schouder. En zo weten ze elkaar. Maar is tegen en Nick Aarjelken. En zo houden we allebei elkaar toch wel in het leven. En wie gaat er ook voor die vierde positie? Dat is wel van Tiri Klaassen. Hij kan het vervelen. Maar dat zit hier nog een van nummer 25 is de vierde dag van het SVC-team. En dan de vierde positie, die gaat in ieder geval naar Leijen door, denk ik. En dat moet dan Mike van der Boom zijn. Yes, ik doe erin, Rutte van Aarsen. Remco Draag en Roy van der Boom, jij en Lieve Gaf. En dat is de tweede, Rutte van Aarsen, de Amazone, die de competitie dan wordt genomen. Gewonnen door Jeffrey Koenberg. Haagwerken, en de 22, Remco van Aarsen. En de 4 positie, 1 de 5, dat moet dan jij en Lieve Gaf.